In deze video gaan we aan de slag met de Pauline sequence. We noemen hem ook wel eens voor het gemak de spagato, omdat in deze serie een aantal spagaten achter elkaar gekoppeld worden. Niki zal hem zo laten zien en ik ga jullie vertellen hoe dat je het moet doen. Je start met een invert en je haakt één been om het doek. Het andere been kun je naar achter strekken, dus meteen een pose die je aan kunt nemen. Doe je hand om het doek heen en haak je hand bovenin. Je andere hand sla je om het loshangende doek heen. Zet je voet achter tegen het doek. En strek je andere been naar beneden toe. De eerste spagaatpose. Draai je heupen terug omhoog. Haal je been door het doek heen. En nu komt een klein dropje. Leg je been naast je andere been in het doek. Goed knijpen in je knieën. Draai je hand los. En strek je hand terug naar boven. Laat het doek van je schouder glijden. Als je je benen naar onder strekt, dan ben je er weer uit. Bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie dit, net zoals ons, een hele leuke truc vinden. We wensen jullie heel veel succes met oefenen. Ik weet zeker dat het jullie gaat lukken. Mocht je meer video's willen zien, kijk dan even op het linkje. En abonneer je dan meteen op het Circus Expert kanaal.